Ja, die werd gewoon neergehaald. En uiteindelijk was het zover. Stonden ze met 7 man op het veld. Wat ga je doen als je vakantie hebt en geen zin hebt om folders te doen? Juist, Black Ops 3. Voordat deze video begint, wil ik nog heel eventjes iets zeggen. En dat is dit. Warning. The following video contains so kut spel, tyfus, hoerige speel van de speler. Dat niemand, maar ook niemand, ooit deze video een goede gameplay gaat vinden. Yo, de mensen van het kanaal Thijs aan het Game Walker, dus een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we natuurlijk weer Black Ops 3 spelen. We zijn weer super noob natuurlijk. Let's go! Nee jongens, ik heb weer lekker een leuk verhaal te vertellen natuurlijk. Wat jullie al aan de titel gaan zien. En dat gaan we dus doen. En ik heb nog steeds last van tyfus. Hey, kill. Ja, sorry, ik moest even een SMS. Oh joh, jij lagt. Hij lagt als een tering. In ieder geval jongens, zoals je in de titel kunt zien, heb ik weer wat heel erg geks meegemaakt. Namelijk dat ik natuurlijk een wedstrijd gaat fout 3.0 heb meegemaakt. 1.0 heb ik meegemaakt, 2.0 heb ik meegemaakt en nu is de beurt aan 3.0. Oké, ik zou natuurlijk even uitleggen hoe dat is gegaan. 3.0, want ja, voor de mensen die het niet weten. 1.0. was toen die lampen uitvielen. En 2.0 was toen ik een rode kaart kreeg. En 3.0 is weer een wedstrijd gestaakt. De mensen die weten wat een wedstrijd staken is. Nou, dan ga ik eens haarfijn voor jullie uitleggen. Wedstrijd staken is dat midden in de wedstrijd mensen denken van, yo, wij gaan ermee stoppen. Dat is een wedstrijd staken. Goed uitgelegd niet. Nou, en dat gebeurde dus voor de tweede keer dit seizoen. Alleen niet met ons eigen team. Ik moest afgelopen zaterdag bij de B2 meedoen. B2 is zeg maar het... het lagere team. Spelen iets lager. B1 is natuurlijk wat dat betreft beter. Omdat, ja, B1, nou ja. Maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, ik moest bij de B2 doen. Want de keeper daar was geblesseerd. En ja, we moesten tegen een club waar ik eigenlijk nog nooit zoveel heb tegen gespeeld. Ja, omdat je zeg maar van een stad waren ze de derde. Ja, de slechtste club, laat het daarop houden. Van de 3 clubs die er waren, zijn dat de slechtste. Of ja, in ieder geval degene die laag spelen. Dus ik wist ook eigenlijk niet wat voor club het was. En nou ja, laat het daarop houden. En ja, wij kwamen daar. Team. Omgekleed, ingetraind, kwamen hun aan. Ja, we hebben 10 man. Normaal heb je 11 man, maar hun hadden 10 man. Aangezien we maar 10 man hadden, betekent dat je zeg maar 1 speler te weinig hebt. Als 11 spelers, dus als wij, hadden we daar best wel veel voordeel van. Maar ja, je speelt met 1 man minder en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar wij spelen. Op een gegeven moment komen we net voor rust. Er stond volgens mij 2-0 en er deden ook een paar meisjes mee in, in dat team. Ja, die meisjes, ja, die zijn wat dat betreft, als je tegen jongens speelt, wat grotere jongens, zijn ze wat blessuregevoeliger. Dus ja, iemand van ons, ja, ik weet niet wat die deed, maar in ieder geval, dat meisje werd geblesseerd. Dus stonden ze met 9 man op het veld. In ieder geval stonden ze met 9 man op het veld. En in de rust dacht ander meisje, nou ik kan ook niet meer door, ik heb ook pijn. Dus stonden ze met 8 man op het veld in de tweede helft. Nou ik had geen, ik wou handgebaar maken joh, kut. Ik had geen ene kut te doen natuurlijk in die wedstrijd, omdat ja, je speelt dat tegen 9 man. Ze hadden geen één kans op goal gehad tot nu toe. Dus ja, wat moet je dan? Dus ik ging maar een beetje mee vooruit. En ik stond een beetje tegen de midlijn aan de hele tijd. En ja, ik had eigenlijk gewoon geen ene reet te doen. En dus ging ik op een gegeven moment, zei ik in de rust, zei ik dus van ja, jongens, kan ik niet gewoon wisselen? Dan ga ik wel het veld in. Probeer ik nog wel te scoren voor jullie. Kan dat niet? En de trainer zei, nee, gaan we niet doen. Je blijft gewoon keeper. Dus ik dacht van, ja, jammer. Mag ik dan wel mee met een corner? Ja, je mag wel mee met een corner, zei hij. Dus op een gegeven moment, ik denk de 60ste minuut of zo, halverwege de tweede helft, was er een corner en mocht ik mee. Dus ik sprintte naar voren, had nog bijna gescoord. En iets daarna, ja, was het eigenlijk wel zover. Toen werd nog een speler geblesseerd. Die was echt super klein gewoon. Dat spelertje was echt super klein. En die werd gewoon neergehaald. En uiteindelijk was het zover. Stonden ze met 7 man op het veld. Voor degene die FIFA spelen, bij 7 man is het gewoon klaar. Bij 7 man heb je gewoon, nou, dan is het over en uit. Dan lukt het ook haast niet meer om te spelen. Dus die trainer kwam het veld op lopen om dat jong te verzorgen. En de jong zei, nee, ik ga niet meer door. En toen was het zo van...
Oké, jongens, wij stoppen ermee. Wij stoppen ermee. Jullie hebben gewonnen met 4-0. Helemaal top. En ja, toen was ze van... Dus ja, toen hadden we een wedstrijd gestaakt en ging wedstrijd gaat fout 3.0. We hebben 20 kills gehaald en 10 deaths, oftewel een KD van 2.0. Ik zei dat het heel slecht ging worden, maar ik heb dat eigenlijk nog best redelijk gedaan. De video zou niet al te lang zijn natuurlijk, maar fuck it, boeien, scheid, YOLO. In ieder geval vandaag weer gewoon een lekkere video geüpload en ja, zo hoort het natuurlijk. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je me nou leuk om even een blauw duimpje omhoog? Ik zou zeggen, doei!